Met 34 waren ze, 34 jonge rijders tussen 10 en 12 jaar. Allemaal uitkomend in de mini-categorie. En de eerste wedstrijd van de IAMA Series Benelux 2022 had op 27 maart plaats in de Karting de Fagne in Marienbourg. De eerste etappe van een seizoen dat een nieuwe kampioen moet opleveren. De kampioen van 2021, Jason Brallick, is er niet meer bij. De weg ligt dus open voor alle andere titelkandidaten. En dan denken we in de eerste plaats aan de Nederlander Quinten van Leeuwen. Van Devon Hagelen, die al wat ervaring hebben in deze categorie. Er zijn ook nieuwkomers in de klasse Mini Rookie. De regerende kampioen Gilles Herman en zijn vice-kampioen Edouard Godefroy. De eerste helft van deze marge bestaat uit de kwalificaties, gevolgd door twee kwalificatieraces. En Devon Hagelen begint volop pole voor de rest van het peloton. En na deze twee wedstrijden wordt er een tussenstand opgemaakt die de startrit van de grote finale zal bepalen. En ook al de eerste punten uitdeelt. Arthur Wang domineert deze eerste helft. De Belg had in de kwalificaties de derde tijd neergezet en doet dus een goede zaak. Zdeněk Babiček wint een van de twee kwalificatieraces en de Tsjech die klimt van de vierde naar de tweede plaats. Derde plaats was voor een rijder van een derde nationaliteit, de Nederlander Quinten van Leeuwen, die voor zijn landgenoot en Poolzitter Devon Hagelen bleef. Een minder goede operatie dus voor Hagelen, die terugvalt naar de vierde plaats. Maar in de finale is nog alles mogelijk. En dan is het tijd voor die grote finale. De rijders nemen plaats op de startgrid voor volle tribunes. Arthur Wang is de eerste leider van het kampioenschap. De eerste polesitter van het nieuwe seizoen voor deze finale. Naast hem Zdeněk Babiček op de eerste startrij. Een van de zegenkandidaten, Quinten van Leeuwen, ook goed geplaatst op een derde plek. En naast hem Devon Hagelen. Voor een Belg moeten we al naar de vijfde plek. En dat is dan Sena Meunier. Vijf ervaren rijders in deze categorie voor de top vijf dus. Antoine Vanon is de beste van de ex-mini-rookies op een zevende plek. Rollende start en de polesitter neemt meteen het voortouw. De finale van 11 ronden staat deze jonge wolven te wachten. En ze zijn er allemaal klaar voor. Kijk maar naar wat hier gebeurt in de tweede ronde. De leiderswissels volgen zich snel op. Quinten van Leeuwen gaat voorbij Arthur Wang. Maar de Belg kan hem van de repliek dienen. Het wordt een spannende wedstrijd, dat is duidelijk. Zevende op de startrit Antoine Vanon, die verdedigt zijn vuil duur en doet dat goed. Hij neemt zelfs deel aan de strijd voor een plaatje in de top 5 en moet uiteindelijk tevreden zijn met een zesde plek. In die top 5 vinden we terug Sena Meunier op een vijfde plaats, vlak achter Moël Le Marchand, vierde. En die Fransman die komt van ver hoor, die was als tiende vertrokken, mooie comeback dus. In de strijd om de zege wordt Quinten van Leeuwen uitgeschakeld. Hij wordt van de baan geduwd en zal uiteindelijk als 31ste finishen. Zdeněk Babiček maakt daar gebruik van om iets na halverwege op kop te komen. En de kleine Tsjech wint ook voor Devon Hagelen en Arthur Wang. Of course, feels amazing. Tuurlijk is het fantastisch om hier te winnen en nu naar de Tsjechische Republiek te kunnen terugkeren met de overwinning op zak. In de finale vertrok ik van op de tweede plaats. Ik denk dat ik ongeveer ronde 5 of 6 de leiding heb genomen. En dan als eerste over de streep komen. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Dit was het voor de eerste marge van de IAMA Series Benelux. De volgende is in Frankrijk in Ostricourt van 22 tot 24 april.